Ik ben ondernemer en naast ondernemen ben ik ook DJ. En onder de naam DJ Mr. Marcel draai ik house en techno. Los van de social media kanalen en de Soundcloud, Mixcloud, je hebt dat. Ik vind gewoon een echte DJ moet gewoon een site hebben. Je moet iets kunnen vinden over die persoon. Heel veel DJ's denken van, joh, ik ga DJ worden en ik druk op een paar tracks die ik eventjes gekocht heb op Beatport. En ik ga voornamelijk heel erg met mijn armen in de lucht staan. En dan gaat het wel goed komen. Nou, dan gaat het juist niet goed komen. Dat is een hoogtepunt. Maar je kan niet alleen maar hoogtepunt hebben. Je moet verhaallijnen hebben, zodat je daar gewoon lekker in meegenomen kan worden in de muziek. Op het moment dat je het niet goed doet, ja, dan stroomt die dansvloer leeg. Is het feest mislukt. Dat is nogal een verantwoording. Mijn stijl is echt heel lastig om te omschrijven. Ik hou van veel verschillende dingen. Ik bedoel, het feit dat ik van house hou en techno, maar eigenlijk ook wel een beetje van new disco. Het zijn al stijlen die niet te mixen zijn. Dus ik moet mezelf ook op een bepaalde manier presenteren. Dus mijn manier van draaien is altijd opbouwend. Ik begin altijd iets rustiger en ik werk naar boven toe naar een bepaald hoogtepunt. Als dat uiteindelijk allemaal goed gelukt is en dat feest dat staat en mensen hebben naar hun zin gehad en iedereen praat erover wanneer het volgende feest is, ja, daar doe je het voor. En dan geeft dat zo'n kick. Dat is ontzettend leuk. Mijn naam is DJ Mr. Marcel en dit is mijn domein.